Ja, definitief. Deze strik moest er nog af en iedereen moet even instappen, maar dan is het zover. De dubbeldekker kan zijn eerste proefritje maken. Het normaal zo kritische OV-consumentenplatform is gelijk om. Wat een voor een autorijder zal zijn als hij in een nieuwe Porsche rijdt, kik ik op het rijden in zo'n fijne bus. Jan Nijmeijer uit Emmen is helemaal in zijn nopjes met zijn nieuwe bolide. Het enige waar hij extra op moet letten zijn lage tunnels en bruggen. Je moet rekening houden met het feit dat hij 4 meter hoog is natuurlijk. Daarom hebben ze de route in Groningen ook wat aangepast. Dan kunnen we deze bus niet achter het station komen in Groningen. De lijn tussen Emmen en Groningen groeit elk jaar. Soms moeten er zelfs mensen staan op de rit over de Hondsrug. Q-bus en het OV-bureau Groningen-Drenthe gaan ervan uit dat die groei doorzet. Ja, dus hier in deze bus zit wifi, de USB-aansluitingen. Ik bedoel voor de jeugd om hun telefoon op te laden. De stoelen, het is zo comfortabel dat het een steeds beter alternatief is. Dus ik verwacht zeker een behoorlijke passagiersgroei. Wat ik ook belangrijk vind is dat mensen niet het idee hebben dat, dat een bus iets is voor de losers. Dat je geen auto kunt hebben, maar dat je in een bus zit omdat het plezierig is om in een bus te zitten. Een enkele busreis van Emmen naar Groningen kost normaal €7,50. Of je nou in een gewone bus zit of een dubbeldekker. De kaartjes blijven gewoon gelijk en wij proberen ook in die zin de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar ik denk dat we in Noord-Nederland een uniek systeem hebben waar we het wel uitbesteed hebben. Maar de opdrachtgevers, de provincie en de gemeente blijven de opdrachtgevers. Dus we kunnen zelf ook nog een beetje gaan over de betaalbaarheid van het product. En dat lukt ons goed en het gaat echt goed in het openbaar vervoer.